Als mijn grootvader vroeger wat mankeerde, het last van zijn knieën, zijn rug, kwam het moeilijk de trap op, zei hij altijd, ja Maarten, we worden ouder, maar niet gouder. Maar als je gaat wonen in het Prinses Beatrixpark, is toch wonen met de gouden randje. We zijn vandaag in het mooie Midden-Beemster. Maar de Beemsterlingen onder ons wisten dat natuurlijk al toen ik zei Prinses Beatrixpark. Een geliefd complex onder de Beemsterlingen. Maar als je van buitenaf komt, we zijn geen gesloten gemeente, dus wees welkom. Het complex, wat gebouwd is in 2008, maakt het je op latere leeftijd zo comfortabel als het maar kan. Je kan natuurlijk gewoon nog met de trap gaan. Moet je ook zeker doen. Bewegen is hartstikke goed voor je. Maar soms gaat het nou eenmaal niet meer zo makkelijk. Dan kun je lekker met de lift. We gaan in dit geval met de lift naar de tweede etage. We gaan kijken bij nummer 32. Noem het maar even. Een van de penthouses op de bovenste etage van het complex. Twee slaapkamers. Open keuken met woonkamer en een heerlijk balkon op het westen. Kijkt hier uit op de Middenweg. Daarnaast zijn alle deuren, met uitzondering natuurlijk van je eigen voordeur, elektrisch bedienbaar. Kun je aanvullende zorg inkopen. En dat ook nog eens in een prachtige woonomgeving. Wandelingetje door de karakteristieke dorpskern. Kan met gemak, steenworp op afstand. Goede verbinding met het openbaar vervoer, met 40 minuten in Amsterdam. Je kan hier heerlijk wonen, evengoed nog lekker erop uit. En je bent nog lekker onder de mensen ook. En dan zo'n prikbord, altijd handig, want het complex heeft een hele actieve VVE. Wordt beheerd door een professionele beheerder, maar het wordt nu toch echt tijd om lekker bij het appartement te gaan kijken. Het bereikt hem via deze overdekte galerij. Mooi uitzicht op de binnentuin. 30, 31, 32. Zonnescherm al even laten zakken, op afstand bedienbaar. Want ja, het is toch zo lekker na het middaguurtje. En dat westelijke zonnetje komt dan altijd op het balkon terecht. Prachtig uitzicht, zo over die historische kern. Een plek om eindeloos te kunnen vertoeven. Dat maakt het toch wel echt tot een droomhuis. En je droomhuis vinden, huizen zoeken, dat kan alleen maar Tromp. We hebben vandaag meerdere opnames gedaan in Midden-Beemster. We zijn heel actief in Purmerend, Kocheland en natuurlijk de prachtige Beemsterpolder. Als jij op zoek bent, dan moet je ervoor zorgen dat je perfect op de hoogte gehouden wordt. En dat kan als je ons volgt op Instagram, YouTube en Facebook tenminste. Bekijk je het op Funda? Dan ben je misschien al te laat. Dus waar wacht je nog op? Volg Tromp.